Bloedluis is een parasiet. Die zou je s'nachts als de kippen op stok zitten, veel bloed weg bij de kippen. En ze verschuilen zich hoofdzakelijk onder de roosters. De bloedluizen zijn steeds moeilijker te bestrijden omdat ze ten eerste resistent worden. En daarnaast is het steeds lastiger omdat steeds meer middelen verboden worden. Sinica is een product wat ook gebruikt wordt om bloedluis te bestrijden. En Sinica is een product waar een bloedluis niet resistent tegen kan worden. Maar het probleem is de Sinica net op de goede plek aan te brengen waar de bloedluis zit. En daar heb je een systeem voor ontwikkeld. Dat is een sproeiboom. Die kan ik tijdens het mes afdraaien de sproeiboom naar achter toe brengen. Dan doe ik een vloeibare Sinica via die sproeiboom aan de onderkant tegen de roosters aanblazen. De Sinica die droogt op, er zet zich een wit poeder op de rooster af. En als 's nachts de bloedluis gaat lopen naar de dieren toe, dan lopen ze door die droge poeder heen. En die droge poeder gaat tussen de schilfers van de bloedluis zitten, waardoor de bloedluis uitdroogt en sterft.